De Europese Commissie verbiedt per direct de toegang in de Europese Unie tot de zenders van RT en het Russische persbureau Sputnik. Eerder deze week gaven Facebook, moederbedrijf Meta, Google, YouTube en TikTok al aan dat ze de toegang tot Sputnik en RT in de EU zullen blokkeren, nadat Brussel de plannen voor die sancties bekendmaakt. Wij strijden voor een open internet zonder blokkades. En in heel Europa spreken we schande van de toenemende censuur in Rusland. Maar nu doen we dat dus als EU zelf ook. De Europese censuur die zou Poetin ook een excuus geven om zijn eigen burgers af te sluiten van belangrijke informatie. En je ziet dat nu ook gebeurt als in reactie hierop. En die censuuroorlog leidt ertoe dat burgers uiteindelijk minder goede informatie tot zich krijgen. Ze krijgen meer gefilterde informatie en het versterkt juist de filterbubbels waar iedereen in zit. En het leidt tot minder begrip voor elkaar. En dat is niet de manier waarop je conflicten oplost. Bovendien is het volstrekt onduidelijk waarom nu enkel RT en Sputnik worden geblokkeerd. Want er gaat wel meer desinformatie rond op een heleboel verschillende kanalen. Bovendien zijn deze kanalen buiten de Europese Unie alsnog toegestaan. Dus het is echt een koud kunstje om deze censuur te omzeilen. Bovendien kan je afvragen wat voor precedent schept het als de EU lukraak voor heel Europa media kan gaan blokkeren. Er wordt ook gevraagd aan technologiebedrijven om vermeende propaganda te blokkeren. En ook dit schept een gevaarlijk precedent. Want je kan big tech niet vertrouwen om namens ons te beslissen welke informatie propagandaleugens zijn en welke wel geloofwaardig is. Er kunnen hele goede redenen zijn om leugens te lezen en te controleren en leugens te vervangen door betere informatie en leugens te ontkrachten. Je kan beter verkeerde informatie flaggen en corrigeren met de feiten. Burgers in staat stellen om hun eigen geïnformeerde beslissingen te nemen is wel de juiste benadering en niet censuur. Freedom Internet, de geestelijke opvolger van Access for All, heeft ook grote moeite met de blokkades en het internetbedrijf overweegt ook om samen met andere providers juridische stappen te nemen. En wij steunen deze juridische stappen.